En we zeggen, heren, en dan nu. En ieder optreden, de mensen die op het podium staan, die willen altijd zo even het publiek erbij betrekken. En bij deze is dat moment gekomen. Heeft de oplicht gehad, betrek eens je publiek bij het optreden moment. En hoe gaan we dat doen? We hebben een paar bordjes. Ik heb een paar bordjes. En wat gaat er daarop staan? Er gaat daar ding op staan en ik ga jullie vragen om dat te zeggen. Zijn jullie klaar voor? 1, 2, 3. En ja, de eerste reactie is een beetje magertjes en daarom wordt er obligaat gezegd van, kom, dat is een beetje stil. Dat kan harder! Voilà. Voel je het al? Dat is een beetje aan het komen, hè? De attractie. Ja, bon. Wat nog even proberen? Ja! Nee. Dat werd een D. Voilà. En nu, allee, nog een keer zo'n obligate uitspraak zeg ik dan van, ja, allee, ho. Mensen, dat kan beter, hè? Waar zijn de meisjes? En nu dat je voel dat wat komt, nee, waar zijn de jongens? Voilà, goed. En dan hebben we nog een rare eend in de bijt. En dat is? Ja, allee, je ziet, er staan hier drie vraagtekens achter, dus we moeten dat dus ook een beetje met een vragende stem zeggen. Dus? Een prachtig publiek applausje voor jezelf. En heeft toe, ik heb alle trucken van de voorgebruik, wat is toch een lukt, nee? Bon, zijn we er allemaal? Oh, we gaan er aan beginnen. Martien, waar is Tom? Tom? Do. Ik probeer